jou, erg dominant en eisend gedrag. Maar dat komt voort uit die angst. En als je nou maar alles kan regelen, dan wordt het een stukje veiliger. Wij kregen vorig jaar een eisje op school, Shifra, kwam uit Somalië. En die regelde vanaf minuut 1 alles. Die wilde regelen wat de leerkracht in de klas moest doen. Nou, die vond dat niet leuk, dus daar kwamen conflicten. Maar ze regelde dat ook met alle andere kinderen. Dat ging in eerste instantie prima. En al snel regelde zij wie in de pauze wat mocht en wie mee mocht spelen. En wat de regels waren en wie niet. Maar uiteindelijk leidde dat ook.